voor. Hoi. Dat heb je nodig. Piet trampoline. Oh, je haar. Jullie kunnen het. Ik weet niet of ik deze durf nu. Ja, hup mama. Ik doe het en ik wil het. Wat vind je ervan, Sil? High five! We hebben een hele leuke verrassing. Ja. Top. De papa's die schieten het best. Een hele goede morgen. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is zaterdagochtend en we gaan iets heel leuks doen. Wat gaan we doen? We mogen vandaag een allernieuwste Monkey Town gaan uittesten. Ja, in Amersfoort. In Amersfoort. Wauw, en jullie gaan zelf mee. Ja, dus, we hebben lekker ontbeten. Hup de auto in. En op naar Monkey Town. Nou jongens, we zijn er bijna. Ja. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Wat gaan we allemaal ontdekken, denken jullie? Glijbaan. Glijbaan. Een steile glijbaan waar we net z'n allen vanaf gaan. Oké. Okay. Nee, niet steile. En heel veel ballen. Ik wil. Ja. En heel veel parcours. Parcours. Ja. En een paar trampolines. Wat trampolines. Ik ben benieuwd, jongens. We gaan het zien. We blokken. Zijn er bijna. Ja. Goed. Blokken. Blokken. En kabelbaans. En kleine doolhofjes. Kleine poortjes. Nou, dat is heel wat op het wensenlijstje, jongen. Een baby speeltuintje. Voor ja. Luxie, ja. Nou, Luxie die doet even een lekkere slaap. Hier moet ik zijn. Oh, het is wel een grote hal, jongens. Ja. Zo, wij zijn aangekomen. Auto geparkeerd. En daar ergens moeten we naar binnen, jongens. Kijk. Zo. Je ruikt de verf, jongens. Wauw. Goedemorgen! Wij komen hier spelen! Oh, wat leuk! Ja, vind je het leuk? Ja. Kijk eens! Oh, dankjewel! Och, kijk dan! Ja, Luxie wil er meteen uit! Dat ziet er leuk uit, jongens! Oh, het ruikt helemaal nieuw! Ja, een babygedeelte, ja! Dat is voor Luxie! Ja, de kleur is matchend al. Wauw, kom. Zullen we eens even een plekje zoeken waar we de kinderwagen kunnen neerzetten? Maar het ziet er heel groen uit hier, jongens. Zie je dat? Lijkt wel alsof we echt in de jungle zijn hier. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja. Het is pas een half uurtje, jongens. Ja, oh. Een half uurtje open. Het is nog pas een half uurtje open. We zijn de vierde bezoekers vandaag. Ja, hoe vinden jullie dat? Dus jullie mogen alles gaan testen. Aan zitten. Ja. Ja, jullie vind je mooi. Dan ga ik zo met jou heen. Maar Luan en Lucilla die gaan eerst met jullie hier doorheen. Ja, om te kijken hoe het allemaal eruit ziet. Want dan zijn ze natuurlijk super benieuwd. Mee, ik probeer jullie buiten te houden, jongens. Maar je weet dat jullie gaan erg snel. Je mag zelf ook naar Luxie of anders naartoe. Dan als we elkaar tegenzien. Dat is helemaal goed. Staat hij aan? Ja, die staat aan. Ja, die van jou staat aan? Ja, die van jou staat aan? Aan. Oké, 3, 2, 1, go! Doeg! Waar is je dan in? Kijk hier. Ja. Oh, oeh, dat gaat lastig. Ja, het gaat lastig. Oké, dan gaan we even om. Nee, Luan, hier. Hierin? Ja. Oh ja. Hey, nou, laten we daar naar boven toe gaan. Toch? Oh, jongens. Nee, dit is een doolhof. Oké, maar dan gaan we deze kant op. Hoe vind je die? Oké, we gaan deze kant op. Ja, disco, ja. Oh nee, hier heb je... Daaronder heb je, kan je dat nerfpistolen spelen. Oh, leuk, hè? Kijk, daar heb je van die dingen.
kijk van die pies. Maar dat gaan wij niet doen. Dan ben ik de joever. Daar heb je die pistolen. Oké, nu even aan de andere kant. Mama! Mama, die kunnen we niet vinden, jongens. Ik zie wel niks. Maar... Die leedliefde kunnen we straks doen. Ja, dat is goed. Kom maar. Mama, we gaan het wel straks doen. Nee, dat gaan we doen met mama. Nee, maar ik ga echt niet nerven. Nee, ga... Papa, je kan ook met van die nerfpistolen spelen. Maar... Ik kan ook met nerfpistolen. Maar dat is nog niet open. Ja, dan kun je zo schieten in het donker met... Dat hebben ze hier ook. Gewoon tussen in een speelpark. We gaan nu naar boven, als we gewoon naar beneden. Kijk, Jill. Kom, ik ga verder. Terwijl Luan en Lucilla met de kemmetjes daar eens even doorheen gaan kijken, wil Luxie graag bij het babygedeelte kijken. Dat ziet natuurlijk ook hartstikke leuk eruit. Kijk eens Luxie, wat is hier allemaal te beleven? Kom maar. Kijk eens, ik zie heel veel ballen. Ja. Hoi. Hé, hey, dat ziet er mooi uit. Wauw. Dat is een glijbaan. Oei, doe maar. Goed zo. Ja, wat is er nog meer? Ga maar kijken, liefie. Oh, dat is een handige trap. Goed zo. Oei. Goed zo. Mama. Ja. Mama. Oei. Dag, Lucilla daar. Kom maar hier via de trap. Gaan we door de ballen, gaan we er weer uit. Kijk, kan je hier doorheen? Hele mooie glimmende ballen. Hoi. Je ziet ze bijna niet in die ballen. Kom, we gaan het aan mama vertellen. Hallo! Mama! Wij hebben iets cools gezien. Ja, oh, we zijn mam, je denkt. Nerfpistolen zijn er! Ja, mam. Ja. En je hebt toch die nerfpistolen waar je zo mee kan schieten? Oh, maar je zet hem zo aan. Kijk, van die nerfpistolen met die lichtjes en dan kan je ook anderen al zo schieten. Ja. Het is wel een beetje donker, maar dat hoort. Mam, en dat zit gewoon tussen in een speelpark. Ja, erin, daar zo. Ik ben nieuwsgierig en ik vind het een beetje spannend, maar... Nou ja, dat heb je nodig. Kijk, wat is hier nou? Oh, wacht. Ik ga hier deze. Dat is echt een trampoline voor jou. Ja. Zie je dat? Dat is een baby trampoline. Goed zo. Ja, spring maar. Goed zo. Ja, ik kom net. Ja, jij past er net op. Jij ook net.
Nou, nou gaan we eens even kijken wat daar allemaal te beleven valt. Nou, we gaan hier naar binnen toe. Maar boven kan je... Oh, dit is iets met laser. Boven. Ja, laat maar zien. Gaan we hier naar binnen? Naar boven? Ja, Lux even helpen. Oh, jee. Ja, dan moeten we klauteren, Lux. Ja. Dit is voor de grote kindjes, hè? Gelukkig heb je grote broer. En mama klimt weer achterna, hoor. Mama klimt weer achterna. Wasstraat. Oh, Silla. Een wasstraat, zeg ja, je dat nou? Nog... Oh, je haar. Nou, daar gaan we weer, hoor. Oepatee. Kijk, oh, leuk. Een brug. Ja? Ja? Oh, hier kan je het zien. Oh, dit is iets met een laser. Ik heb een nerfpistool als je hier komt. We zitten bovenaan, de deur is de glijbaan. Zijn we er klaar voor? Ja! 2, 1. Woehoe! Woehoe! Dat was leuk! Ja! Yeah. Vind je die leuk, Lux? Ja! Ja! Wat hebben jullie nog meer? Met de band! Oh, dat is ook leuk. Wij hebben hier een band. En dan klimmen we helemaal mee naar boven toe. Kijken of we hier mee naar beneden kunnen roetsen. Kom op jongens, jullie kunnen het. Klimmen. Goed voor de spierballetjes. Nou dus, we zijn bovenaan gekomen. Dan gaan we naar beneden. Mam. Nou, Sil, ben je al in slaap gevallen? Yo. Nou, de meisjes gaan even daar spelen. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ja, wij gaan van de steile glijbaan, jongen. Waar moeten we dan naar boven? Even kijken. Kijk, deze glijbaan gaan wij testen, Luan. Dit is dus een vrije val, hè? Zie je dat? Ja. En niet zo'n beetje ook. Ik ga proberen om van de slijden te gaan. Oh, oh jongens, dit is echt heel snel. Oh, ik weet niet of ik deze durf nu. Oh. Deze is echt, maar kijk jongens. Hij gaat hier recht naar beneden. Die durf ik heus wel, maar hier, dit is ook zo moeilijk. Dan kan je hoofd stoten. Mam, ik denk dat deze gaat overslaan. Mama gaat het doen. Nee. Mama gaat het doen. Nee. Mama gaat het gewoon doen. Echt? Ga ik kijken. En mam, wil jij dan zeggen of die leuk is? Nee. Mam, ik ga even terug. Oké, okay, ja? Ik weet niet of ik deze echt durf, Lu. Mam, ik zou het niet doen. Hij is echt heel stil, jongens. Mama, doe het gewoon niet. Maar ik wil het zo graag. Ja, maar... Ik wil het zo graag, omdat hij zo leuk lijkt. Maar dit stukje hier... Ga je naar mij kijken dan? Kijken? Nee, als ik dat te lang zit, dan wil ik niet meer. Oh. Ik weet niet of ik deze durf. Normaal gesproken wil ik een soort van mijn angst kunnen overwinnen. Omdat het daarna heel erg vet is als je iets hebt gedaan. En dat probeer ik eigenlijk altijd te doen. Alleen nu heb ik echt zo'n momentje van, is het nou wel handig? Kijk, want hij gaat stijl naar beneden. Maar ja, het is een glijbaan voor kinderen, zou je denken. Dus zo erg zou die niet moeten zijn. Luan, die staat beneden. Ja, hup mama.
Zeker weten. Heel eng uit. Luan vindt het eng uitzien. Ik ga het gewoon doen, jongens. 3, 2, 1, go! Dat is echt heel leuk. Dat is helemaal niet eng. Nee? Nee, want je valt meteen in die glijbaan glijden. Oh, je moet hem doen, Lu. Hij is echt niet eng. Het is alleen dat stuk in je hoofd dat je zo recht naar beneden valt. Maar voor de rest is hij echt niet eng. Superleuk. Ja, oké, ik ga. Hij is superleuk, Lu. Je kan dit, jongen. Echt waar. Ik weet dat jij dit kan. Als ik het kan, dan kan jij namelijk het ook. Echt. Jongens, als jullie hier gaan spelen, ga allemaal van die glijbaan, want hij is echt heel leuk. Ik ga gedaan. Voel je niet gedwongen, hoor. Als je echt niet wil, natuurlijk niet. Maar als je angst overwint, dan kom je er vaak achter dat het helemaal niet zo eng was als dat je dacht. Vaak in je hoofd zijn dingen enger dan dat ze zijn als je ze eenmaal hebt gedaan. Dus Lu, ik geloof in jou. Je mama, kan dit. Mama, doe je geen yoga met die pillen echt. Gelukkig ziet ze dat niet uit de vlog. Nee, hij was echt heel cool. Ik ga gewoon met je mee weer, ja? Daar zijn we weer, jongens. Mam, maar okay. Als ik mijn hoofd stoot. Nee, maar dat is niet. Je laat je gewoon vallen en de rest komt goed. Maar mam, heb je dan heel erg kriebels in je buik? Nee, dat valt wel mee, want daar is al die bocht van die glijbaan. Zie je dat? Kijk, kom een beetje in het midden. Een beetje in het midden. Maar mam? Het enige wat je doet is dat je benen doe je zo recht zo. En dan fjoe, glij je zo naar beneden. Ja? Maar mam, moet je dan ook dit doen? Nee, gewoon je armen langs je houden. Gewoon bij. Gewoon je bij houden, ja? Zeg. Mag je hand houden? Je mag mijn hand vasthouden. Zeg. Ik kan het, ik doe het en ik wil het. Ik kan het, ik doe het en ik. Zo, nee. Go! Woe! Nee. 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 Zo. Zie, het is alleen maar het mental gebeuren, het in je hoofd. Meer is het niet. Mama, ik pak de roze arm om samen te gaan bij 3. En hij strubbelde even van oeh, maar hij gleed mee. Ik weet niet of jullie het hadden gezien. Maar nu wil hij dus gewoon nog een keer. Ja. Jongen, ik ben trots op je, kerel. Dankjewel, man. Voelt goed, hè? Ja. Ja, voelt goed. 3. Oké, Luan, jij kan dit, jongen. 2. 1. Yo! Goed zo! Hey, toppie jongen! We gaan er nog één keer vanaf, jongens. 3, 2, 1. Woe! Mama moet het ook een keer doen, hè? Terwijl de meisjes daar nog aan het spelen zijn. Oh, ik hoor ze. Ja! Wat is er? Wat is er? Ik daar al dekken. Ja, ga maar kijken, liefie. Je mag overal kijken. Hé, hey, er is er nog één. Oh, schatje toch. Ga maar kijken, liefie. Er is nog meer te ontdekken. Nou, Luan is al daarboven. Wat is er nog meer? Goed voor jou, liefie. Zo. Dat is die vrije val.
Dan ga ik natuurlijk met haar mee, hè. Goed, Cecile. Hier zit een luchting in. En boven? Ja. Wat vind je ervan, Sil? Het kijkt eng, hè, liefie? Het kijkt eng. Hé, maar schatje, weet je wat het is? Het is meer in je hoofd dat het eng is, want de glijbaan gaat al heel snel zo. Zie je dat? Daar gaat hij al zo. Dus je voelt het eigenlijk helemaal niet. Het is alleen even dat je er over die drempel heen moet. En dat is de drempel van de glijbaan. Op mijn schoot is goed. Je zit nou hier. Zie je dat? Hallo, Luxie. Ja, Luxie staat daar. Johan, ik kan eerst. Kijk, daar gaat Johan. Zag je dat? Oké, benen recht houden. Ja. 1, 2, 3. Zo, kinderen, jullie hebben lekker gespeeld, hè? Even tijd voor wat drinken. En kijk eens wat jullie hebben gekregen. Een hele mooie. Geef maar aan Luxie. Oh, wat zeggen jullie dan? Dankjewel. Nou, even bijkomen, schat. Ik kom er aan. Kijk eens. Hey. Hallo. High five. Leuk het te zijn. Kijk eens, Jill. Oh, Luxie ook, high five. Ja! We hebben een hele leuke verrassing voor jullie, want wij mogen iemand blij maken met een kinderfeestje. Wil je meedoen met de winactie? Ga even naar Varelaar-Bellinga en doe dan mee met de winactie hier in Monkey Town Amersfoort. We gaan spelen. Nou, Luan en Lucella hebben inmiddels... Mooi. Leon en Lucilla hebben inmiddels vriendjes gemaakt. De vriendinnetjes die zijn aan het spelen daarachter. En Luxie wilde met mama even naar het kindergedeelte. Het babygedeelte. Ja. Luxie is geen baby meer, toch? Ja. Of wel? Oh, Luxie is nog wel een baby. Dan gaan we er nog even kijken. Goed? Gaan we kijken. Gaan we van de glijbaan? In de ballenbak? Zo. Daar is mama. Nou jij? Waar is Luxie nou? Oh, daar is Luxie. Daar is Luxie. Mama, huis maken? Ja, huis. Luxie wil een huis bouwen. Gaan we een huis bouwen? Lucilla is erbij gekomen voor de versterking. En we hebben al een hele grote muur gebouwd. En Luxie die helpt mee alle blokjes er neer te leggen, hè, liefie? Ja. Heel goed voor jou. Dus echt... Ja, top teamwork. Gaat het goed, Cecile? Nog een kinderlaser. Oh, wat leuk, jongen. Leuk. Mijn ogen ook. Mag je gamen? Wat leuk, jongen. Ik kom mee. Maar jouw zusjes zijn hier aan het bouwen. Zie je dat? Ja. 1, 2. Goed zo. Dag van jou. Ik zie. Het is leuk. Heel goed. Zo. Hé, jongen. Gaan we zo naar de laser game? Ja, en het is echt helemaal niet eng uit. Oh. Je hebt alleen maar een rood lampje op je lichaam. Oké. Kijk, hier is het laser, hè?
Kijk, wij gaan met z'n allen een potje laser gamen. Wie wil er nou mee doen? Ze krijgen uitleg. Twee kanten hier terug. Ja, ja. Of één kant. Wat je zelf fijn vindt. Ja? Ja? Het is het allemaal. Een wapen. Wow. Wow. Ja. Wow. Een cel. Niet uitschieten. Niet uitschieten. Laat mij jou even helpen. Die kan goed wel gaan. Ja, zie je goed? Stoer, jongen. Zo, hè? Leuk, Sil. Papa doet ook mee. Kijk, hoor. Mama gaat terugschieten, kinderen. Ja. Zie je er heel lief uit. En Luxie ook eentje? Luxie mee al, hè? Nee. Dit is een kindervriendelijke lasergame. Nou, oké. Dus je weet hoe het werkt? Twee handen inschieten. En dan Micha. Ja, kijk, we hebben Micha. Is ook een papa mee. En nog een papa van de lieve fan. Kijk, je staat er nu. Twee! We gaan! Woe! Daar gaan we, kinderen. Daar gaan we, Luxie. Ah, moet ze aanzetten. Wauw. Mijn lichtje doet niets. Mijn lichtje dan. Ik vind het wel heel disco-achtig. Luan, volgens mij is het een disco-pistool. Kijk, hey Luxie, we zijn al in de ruimte. Luan. Kijk, hij brandt. Oh, papa geraakt. Niet helemaal op mij zitten, hè? Blauw, mijn blauw, jongens. Blauw. Kom op, hier. Ja. Nou, oké. Okay. Oh, mama Luxie. Jullie hebben een punt. Ga je ze gaan? Mooi, Luxie. Ben je in de ruimte? Bang, bang. Kijk, ja, hier loopt Luan. Pak ze. Oh, ja, ja. Pak ze. Waar is Luan? Oh, Luan, ja. Pak hem. Oké, okay, en de papa's die schieten het best. Zie je dat? Ja, gerukt! Jij bent echt een onderschaak. Oh! 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 Ik schrok ook echt ook, hè? Neem over. Oh, Luxie! Oh, ja, Lux. Luxie die doet de route, ja. Oh, yo. Oh, allemaal een papa, jongens. Allemaal een papa. Allemaal een papa. Ja, oh, ja. Papa is een opa. Heb je hem? Heb je hem? De tijd is om. Dat is mooi, Alexie. 30 punten. Ik heb 38 punten. 38 punten. Nou, dit was wel super, hè? Kijk eens, daar komen de andere winnaars. Nou, nog een bezweten papa. Papa. Daar is Luan de champion. Vond je het gaaf, jongen? Jammer dat ze alweer afgelopen. Sophie en ik hebben allebei 38. En hebben jullie evenveel punten? Wow. Zo, nou dan hebben jullie allemaal hartstikke goed gewonnen, jongens. Toppie. 1, 2. Ah. Ja, goed zo, Luxie. Wat goed voor jou. Ik heb hier een mooie kist. Let op. Ja. Help je. Oh. Oh, wat zit erin, jongens? Nou jongens, wat voor ijsjes willen jullie? Een raketje. Een raketje, wat een Luxie. Ook een raketje. Ijs, Luxie. Een raketje. Ja. Kom aan. Ik ga weer alleen vloggen geven. Duimpjes omhoog. En niet te abonneren en een belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Mompie daar namens voor, dankjewel. Voeg je hart, mompie mee. Feest lekker met ons mee.
gaat slag, geef de tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf niet staan.